Goedenavond. Nu het aantal coronapatiënten weer fors toeneemt, moet koste wat kost voorkomen worden dat de gewone, reguliere zorg weer stil komt te liggen. Dat zegt Zorgminister Tamara van Ark. Tijdens de eerste golf hebben veel mensen niet de zorg gehad die ze nodig hadden. Met soms fatale gevolgen, blijkt uit een dossier van onze onderzoeksredactie. Patiënten zijn zelfs overleden omdat ze niet op tijd werden geholpen. De minister is hiervan geschrokken en wil dat dit niet nog een keer gebeurt. Alles wat wij doen op dit moment is erop gericht, er gericht om het scenario van maart te voorkomen. Um, en dat is waar de mensen in de zorg op dit moment kaart van werk, voor werken. Waar wij vanuit het ministerie ook alle inzet op plegen. Want wat daar is gebeurd, dat willen we niet meer. Onze onderzoeksredactie sprak met meerdere families waarbij het fataal is afgelopen. Deze slachtoffers hadden geen corona, maar andere ziektes. Ze klopten bij hun arts aan voor hulp, maar mochten vanwege drukte of besmettingsgevaar niet langskomen. Wiggers Snatersen kreeg in april geen dokter te zien. Terwijl hij meerdere keren belde met ernstige buikpijnklachten, vertellen zijn broers. Hij liep zo moeilijk. Met zijn handen zo op zijn buik. En hij praatte heel moeilijk. Hij zei: Van. Uh, ik krijg wel pillen mee. Maar ze onderzoeken me niet. Dat komt door die corona. Hij praatte heel moeilijk. Een week later overlijdt Wigger alleen thuis. In dit politierapport staat de oorzaak: een maagbloeding. Met die pijn in die eenzaamheid, omdat je dus ja, niet onderzocht bent. Want van een maagbloeding hoef je niet te sterven. Ook hier is het verlies groot. Veetje wordt doodgeboren. Jelena krijgt last van zwangerschapsvergiftiging tijdens de coronacrisis. Ze belt zowel de huisarts als de verloskundige een paar keer. Pas als ze de baby niet meer voelt. Krijgt ze iemand te zien. En op een gegeven moment zei de arts van ja, uh, sorry, maar ik kan het niet vinden, er is geen hartslag. En, uh, ja. Ze is dan 31 weken zwanger. In dit rapport van het ziekenhuis staat dat signalen waarschijnlijk zijn onderschat door de coronamaatregelen, met name het ontbreken van fysiek contact. Dat had voor hen groot verschil kunnen maken. Nou, dan hadden ze waarschijnlijk haar bloeddruk opgenomen drie dagen van tevoren. En dan waren we misschien op tijd in het ziekenhuis geweest. Deze twee voorbeelden staan niet op zich, zegt Jan Klein, expert patiëntveiligheid, als hij ons onderzoek ziet. Het is verschrikkelijk. Hè? Deze mensen hebben volledig gelijk. Naar mijn idee uh, staan deze voorbeelden voor een grote probleem. De minister ziet dit ook. Ze wil daarom met onder meer extra geld voorkomen dat de zorg opnieuw stil komt te liggen. Ja, ik vind het hartverscheurend wat er uh, in sommige situaties gebeurt. Het leed dat mensen hebben meegemaakt. En een, zeker als er sprake is van een overlijden zelfs onomkeerbaar leed. Hoeveel mensen nu precies gezondheidsschade hebben opgelopen of zelfs zijn overleden, daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Door zowel het RIVM als de inspectie. Tegen ons zeggen ze dat we hier komende maand meer over horen.